Hoe overtuig je een kind om witlof te eten? 1. Door aan te geven welke voedingsnutriënten erin zitten. Of 2. Dat Max Verstappen zo topfit is geworden dat hij altijd zijn groente op had. Hetzelfde doe je zakelijk. Hoe overtuig je je prospect om zaken te doen? 1. Door elke stap in je proces nauwkeurig uit te leggen tot achter de komma. Of 2. Door te laten zien wat het resultaat is voor je klant als ze voor jouw oplossing kiezen. Leg meer nadruk op de uitkomst en het bijbehorende voordeel van de samenwerking in plaats van alle specificaties in detail toe te lichten. En je zal zien dat de klant vaker met je in zee gaat. Volg me voor meer sales en het closen van high-ticket deals.